lang op gewacht, maar ja, eindelijk weer competitiewedstrijd. Dus toch waar je uiteindelijk voor traint om naar zo'n wedstrijd toe te leven. En niet alleen de wedstrijden zelf zijn natuurlijk leuk om te spelen, maar ja, eigenlijk alles eromheen. De spanning richting een wedstrijd. Het weer samen zijn met de selectie en dat de supporters en het publiek weer mogen komen. Ja, dat maakt het toch wel compleet. Ja. Nou, wat vooral goed ging, ik denk dat we heel goed beginnen. We komen direct met 2-0 voor. Daarna hebben we een paar individuele foutjes in de verdediging, waardoor we goaltjes tegenkrijgen. En eigenlijk gaan we de eerste helft wel aardig gelijk op. En de laatste 10 minuten lopen we weg. En ja, toen gingen we wat andere dingen doen. En aanvallend liepen toen stukken minder. En hun bleef heel gedisciplineerd spelen. En de juiste kansen pakken, lange aanvallen. Dat is natuurlijk ook verdienst van hun. Maar ja, en wij aanvallend, ja, op een gegeven moment, het liep gewoon niet meer. Maar ik denk, we zijn lerende. We hebben een jonge ploeg, een mix van ervaren en ervaren rotten. En jonge spelers. Ja, we moeten gewoon groeien. Groeien richting de zaal. En steady blijven. We hebben te veel piek en dalen in één wedstrijd.